Een oorwassing, zo noemt Jack de Gier de kansloos verloren wedstrijd van NEC tegen Top Os. De trainer had even tijd nodig om zich daar een beeld van te vormen met twee wedstrijden in het verschiet. Daar moet je goed naar kijken en daar moet je verder niet te lang bij stilstaan. Want weet je wat het is? Het was natuurlijk een heel slechte wedstrijd van onze kant. En ja, ik ben wel iemand die altijd weer vooruit probeert te kijken en naar de volgende wedstrijd. Ja, er zijn zoveel dingen slecht gegaan dat je misschien die stukken wel helemaal niet moet laten zien. En daar heb ik ook voor gekozen. Nou, toch 1-5 nederlaag. Het lijkt me sterk dat je dan daarna met dezelfde elf kan gaan starten. Of heb jij nagedacht over hoe je dit wil omkeren met nieuwe spelers misschien? Je moet altijd kijken wie zijn er fit in de wedstrijd die je gaat spelen. De eerstvolgende is weer het belangrijkste. Nou, een nederlaag als van de week, dat hoeft niet per se te betekenen dat we in één keer met zes andere spelers gaan spelen. Misschien juist wel niet, want ja, ik vind ook wel dat altijd spelers een bepaald revanchegevoel moeten hebben. En misschien gun je dat ook wel aan die groep. Alleen, ja, we spelen ook weer tegen AZ natuurlijk zondag. En dat is ook een hele belangrijke wedstrijd. En nou, ja, ik wil wel iedereen in beide wedstrijden het liefst 100% fit hebben. Nou ja, Ole als voorbeeld, die is niet fit genoeg om donderdag te spelen. Dus ja, die proberen we klaar te stomen voor zondag. En ja, vanuit die situatie moeten wij op dit moment nou eenmaal keuzes maken. Dat is niet anders. Hè. Het liefst had ik hier gestaan waarbij de basis duidelijk is, waarbij iedereen fit is. En had ook iedereen die twee wedstrijden prima kunnen spelen. Want ja, dan ben ik niet iemand die graag gaat wisselen. Alleen ja, de situatie die vraagt daarom. Je zegt Romani is niet fit. Ik zie Van Eijden en Bossaert wel weer meetrainen. Is de rest van de selectie fit? Ja, nogmaals, dan dus dat de rest wat op het veld staat is fit. Alleen ja, zijn die fit genoeg om dus twee wedstrijden in vier dagen te spelen? Ja, er zijn wat jongens die komen terug uit blessures. En dan, ook daar moeten we rekening mee houden. Dat is nou eenmaal de situatie. En nou ja, vandaar dat ik ook de afgelopen dagen de nadruk heb gelegd op het team. Waarbij wel voor iedereen duidelijk is op welke positie dat hij kan komen te spelen. Alleen ja, is dat speler A of speler B, dat moet eigenlijk niet uitmaken. En maar ja, vanuit deze situatie willen we dan zo snel als mogelijk weer naar vastigheid. Je zegt het team, daar is één lid bijgekomen, keeper Zelenica, als ik me niet vergis. Gaat dat een beetje ruimte weer in de goal? Ah ja, ruimte. Kijk, we waren gewoon op zoek naar een extra keeper erbij. En ja, ik wil het liefst met drie keepers werken in de eerste selectie. Nou, we hadden nu natuurlijk met Job en een andere keeper, Arjan vanuit Jong, nog wel jongens die dat kunnen bezetten. Maar ja, daar moest wat bij komen. En nou, we hebben in ieder geval met Olivier een ervaren kracht erbij. Die natuurlijk ook nog wedstrijdritme moet opdoen. En aan de bak moet. Alleen ja, dat is wel een jongen die een en ander meegemaakt heeft. Dus daar ben ik ook niet zo bang voor als daar iets zou gebeuren om hem meteen in de goal te zetten. Dan na de bekerwedstrijd. Excelsior was destijds een hele goede wedstrijd voor jullie kant. Wordt dat een beetje een vergelijkbare wedstrijd, Excelsior en Fortuna? Ja, nou ja, goed, het is ook tegen een eredivisieploeg waar je van kan winnen. Gisteren hebben we al een aantal uitslagen gezien in het bekertoernooi. Kozakken Boys, wat was het? RKC, AFC. Dus ja, wij moeten. Misschien is het wel een ideale wedstrijd voor ons. Ondanks dat we dan misschien ja, toch weer met wat andere spelers moeten spelen. Ja, een mooi moment om weer dat goede gevoel terug te krijgen. Want kijk, de oorwassing tegen Os, ja, die is wel hard aangekomen bij iedereen. Hè. Dat hoef je niet onder stoelen of banken te steken. En ja, komt zo'n wedstrijd tegen Fortuna misschien wel op het juiste moment. Om ja, ook richting de volgende wedstrijd thuis tegen AZ weer daar te staan. En ja, uiteindelijk wil je elke wedstrijd winnen. We willen heel graag door naar de volgende ronde. Want ja, het bekertoernooi is natuurlijk ook lucratief. En daar zullen we alles aan doen met de spelers die daar op dit moment voor geschikt zijn. Donderdagavond om 6:30 in het eigen Goffertstadion. NEC Fortuna Sittard.